Zullen dan ik gaan appelflappen bakken? En als je... Oké, proef je appelflap. Oké, over net. We hadden dus appelflappen gebakken. Firefly. Oh, zo erg. Ik heb gewoon echt... Goedemorgen, het is zondag. Ik voel me weer ietsjes beter. Ik heb zelfs mascara een klein beetje opgedaan. En ik ben een banaantje aan het eten. Alleen Mark en Sarah hebben echt een zooi gemaakt van beneden. Ik ben het een beetje aan het opruimen. En dan heel veel rusten en dan ga ik zo even wat met Sarah doen. Sarah en ik gaan appelflappen bakken. En als je gewoon helemaal los kaneel eet, echt. Wat heb jij gedaan met je gezicht? Nee. Je hebt getekend, ik kan het zien. Ja, en ik kan het met kaneel weghalen. Ga ik de appeltjes schillen? En dan mag jij ze in hele kleine stukjes gaan snijden. Niet klein. Of is ook, maar ik laat het je zien. De rozijnen moeten we niet vergeten, ze staan gelijk nog eens snoepen. Doe er maar zo'n 30 in, ongeveer. Moet je ongeveer. Het hoeft niet precies, als de 31 zijn is het ook niet erg, oké? Okay? Ja. Dan hoef je hem er niet weer uit te halen. Ga ik beginnen met appelschillen. Ze hebben supergoed de appel aan het snijden, doe maar. Nee, de appel is al op. Oh, je laat zien hoe goed jij doet. Nou, wat trots. Je doet beter dan verwacht. Je doet het helemaal zelfstandig. Elke keer goed aan het uitkijken voor je vingers. Oh. Ja. Ja, als ik film lukt het prompt niet, hè? Dat zul je altijd zien. Maar je doet het de hele tijd supergoed. Kijk, we hebben echt al heel een hele lading. Oké, dit is de vulling. We zijn hier gestopt. Je mag roeren. Nee, jij mag goed roeren. En... Als we niet genoeg hebben, maken we gewoon wat bij, want we hebben nog genoeg. Maar ik vind het zonde om de vulling weg te gooien. Nou, dus dat gaat hij beter. Roeren. Goed overal doorheen zitten natuurlijk. Alleen deze zijn er gewoon tijd uit, maar ze willen dus niet van elkaar. Ze willen ze ook niet allemaal gebruiken, maar ze gaan niet los. Echt zwaar irritant. We krijgen ze eindelijk uit elkaar. Oh, Buk is wat. Oh. Hallo. Nee, Buk nog wat. Oh. Oh, ik zei, gek kind. Zou je nu weten wat je nou weer voor geks aan het doen bent? Een konijntje. We gaan minis maken, dus ik snij de bladen door de midden. Oh, jij mag vast beginnen. Dan moet je met lepeltje, een puntje. En nu moet ik, let op, ik zal heel door een lijntje leggen. Dit is de helft, zie je? Dus dan moet je het hier in het midden leggen, maar je moet een randje aan alle kanten open houden. Dus je kan beter elke keer een mini beetje doen. En dan kan je het met je vingertjes een beetje op de goede plek leggen. Want we gaan ze zo meteen ook dicht houden natuurlijk. Anders zit het er niet in. Ik denk als ik het zo zie dat we wel genoeg vulling hebben. Ja, ik laat het echt weer echt lang. Een heel klein beetje nog erop. Kijk maar, want als we hem er omheen vouwen. Dus dan moet je eigenlijk echt een soort torreltje bouwen. En dat laat het echt wat zo moeilijk uit elkaar ging als deze. Hij is een beetje... Een torreltje gebouwd. Kijk, oh, het lijntje is iets. Dat maakt niet uit. Kijk, dan gaan we hem eromheen. En dan moet je eigenlijk de randjes ook nog nat maken. Maar kijk, dan ga je hem zo dichtvouwen. Mama, zullen we mooie randjes erin maken? Dan moet je alleen een voorkantje in doen. Ja, dat kan dadelijk. Maar eerst gaan we nu... Ik heb alvast alleen een voorkant. We moeten even de randjes, anders plakken ze niet dicht. Kijk, dit doe je met water. En dan plakt het aan elkaar. En je kan ook deze er even langs halen. Ja, dat kan. Dan kan je ze eventueel zo. Doe maar. Zo. Nee. Ga ik alvast naar de volgende. Even wachten. Dan zit ik nog in de weg. En wat klaar moet je dan wel laten liggen. En dan wel elke keer het randje even heel voorzichtig nat maken. Ja. Je weet nu helemaal hoe het moet. Je moet ze wel goed een beetje vullen, want dat bladerdeeg dat wordt toch nog ruimer. En anders heeft hij alleen maar lucht van binnen. En dat is iets minder lekker natuurlijk. Zo. Dan komt er warme lucht uit. Ja. Weet is dit goed? Het bladerdeeg met gebakken lucht. Misschien een hele mini beetje nog. Dit. Een mini beetje. Ja,
Ja, dat is echt een mini beetje inderdaad. Onze appelflapminis zijn klaar. En die gaan nu de oven in. Ja, je had het deegsteen een beetje kapot geduwd, hè? En we gaan de laatste bladen zo toch doen. Want we hebben best wel veel vulling over. Maar de oven staat nu vol. Dus dat is voor hierna. De eerste ronde is klaar. Dus we gaan deze heel snel afhalen. En dan even die laatste paar maken. Ja. Ah, kijk hoe lekker dit eruit ziet. En er waren deze en die, dat bladerdeeg was gebroken. Dus dat waren hele rare vormpjes. Die, en jij neemt die. Ja, is goed. Gaan we die proeven? We zijn nu nog te heet hoor. Oké, proef je appelflap. Zij zegt altijd dat ze appelflappen niet lust. Maar ik had het verzonnen omdat bakken sowieso leuk is. Het smaakt nergens naar. Dat je nu alleen nog maar bladerdeeg volgens mij hebt. Maar ja. Niet met je volle mond zo praten. Dan doe je je hand er maar even voor. En? Voor de kruimels. Ik ben ook benieuwd. Nou, dan eet ik ze wel op hoor. Vind ik wel lekker. Ja, ik vind dit wel lekker. Wij eten pizza en we kijken Lee. Oké, over net. We hadden dus appelflappen gebakken en Sarah had naar oma gebeld of ze een bakje wilde komen doen met wat lekkers. Dus mijn moeder was langsgekomen. En toen hebben we dus thee met de appelflap gedaan. Toen gingen we een spelletje spelen. Maar ik moet wel zeggen, hoe lang ik aan tafel zat voor een spelletje, hoe slechter ik me weer ging voelen. En ik krijg elke keer heel erg spierpijn en moe, vermoeide spieren. Daardoor weet ik nu ook echt dat het griep is, want het is echt een griepsymptoom. Dus ik heb gewoon na jaren weer de griep. Heel knap, want die is schijnbaar uitgestorven, maar toch heb ik hem. En toen ging mijn moeder weg en echt tegen dat punt trok ik niet meer, dus toen ben ik naar bed gegaan. Marco en Sarah hebben toen pizza gemaakt en die hebben me 5 minuten voordat ik klaar was uit bed gehaald. En toen zijn we eigenlijk gelijk gaan eten en daarna was het alweer bedtijd voor Sarah en nu zijn we hier. Ik vind trouwens mijn thee vandaag wel weer oké, al is dit mijn tweede, derde. Maar gisteren vond ik het niet te drinken, echt. Ik kreeg het gewoon niet weg. En vandaag ging het tot nu toe goed. Dus neem een tweede, want vanochtend had Marco chudorant, vers chudorant. Dus, en nu ga ik verder met een stukje Firefly Lane. Ik wil iets heel anders zeggen, Firefly Lane. Oh, zo erg. Ik heb gewoon echt de hele avond zitten binge-watchen. Maar ik vind het best wel een leuke serie. En nu ga ik naar mijn bed. Ik heb de vaatwasser net al aangezet. Maar ik wilde gewoon nog een stukje kijken. Omdat ik er helemaal in zit. En ja, dat ik niet heel veel kan. Maar het zijn lange afleveringen. En ik heb er gewoon 6 gekeken. Ik had natuurlijk gisteren een heel klein stukje gekeken. Maar dat was eigenlijk een kwartiertje of zo. Dus ja, het is echt heel erg. En nu ga ik even snel een paar spulletjes nog opruimen. En dan lekker slapen. Dus ik wil wel de vlog vast even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!